Dit is heel raar. Want het is donker, het is al 's avonds, dus ik heb twee lampen. Maar het ziet er een rare schaduw. Maar ja. Het is echt heel raar. Het is weer een kerstvideo, want het is bijna kerst. En je denkt misschien van, Thomas, je zou elke dag een soort van kerstachtig ding aan hebben. Waarom heb je nou een wit t-shirt aan? Nou, ik wilde dus een video maken met verschillende kerstlooks, kerstoutfits. Want het is bijna kerst en wat moet je aan? Wat voor soorten zijn er? Wil je überhaupt wel wat aan? Dus ik dacht van, ik ga vandaag een video maken waar ik heel veel verschillende soorten kerstlooks, outfits laat zien. En misschien zit er wel gewoon wat tussen wat jij aan wil doen. Dan heb je dat gewoon voor mij weer even geleerd. Dus ja. Als eerst heb je natuurlijk gewoon de lelijke kersttrui. Gewoon de, daar heb ik er heel veel van. Dus gewoon de, met zo'n domme quote of met zo'n kerstman of met lampjes, met belletjes, met frutsels, met frassels, met bolletjes, met dingetjes, weet ik veel allemaal. Gewoon de lelijke kersttrui. Misschien wil je wel wat meer netter en minder leuk, dus minder grappig of minder, maar gewoon echt net, dan kan je gewoon een wit shirt met een giletje of zo eroverheen doen, of een broek of een pak als je zo ver wil gaan. Maar ja, dat heb je ook, dus gewoon net. Dan heb je ook nog gewoon, je wil wel een soort van kerstsfeer zijn, maar je wil ook heel erg relaxed zijn. En je wil niet te veel moeite doen. Dan kan je natuurlijk gewoon lekker een kerstpyjama aantrekken. Dat vind ik ook wel zo lekker. En ja, dat is gewoon lekker een soort van joggingbroekachtig stofbroek ding. Met gewoon een shirtje erop. En dan heb je gewoon lekker een kerstpyjama. Voor deze wist ik eigenlijk niet wat voor naam ik het moet geven, maar ik ben op de naam gekomen. Het is een hele lange naam. The Casual Cute Cast Look. Mam! Casual Cute Cast Look. Dat is dus wel net, soort van nettig, maar wat speelser of zo, leuker. En ik weet eigenlijk helemaal niet wat casual helemaal betekent. Misschien is het wel totaal niet dit, maar... Hè? Ondertussen kruipt mijn broek helemaal mijn kont in, want hè, die brutels trekken het omhoog. Maar ja, hè. Oh mijn god. En dan, als laatst, heb je ook nog de cheesy kerstlook. Ik heb echt cheesy gezegd, echt waar. Dat is dus gewoon een t-shirt met zo'n quote, een kerstquote erop. Zoals, of weet ik veel wat, gewoon een kerstquote, weet je wel. Gewoon zo'n cheesy quote. Die heb je ook nog en dan ben je wel in de kerstsfeer, dat wel. Maar ja.